De rubriek Ontwikkeling stimuleren, beleid en kwaliteitsontwikkeling koppelt informatie terug over onder andere de schoolse vorderingen in mijn school. De grijze balk zijn leerlingen die op leeftijd zitten en normaal gevorderd zijn. In schooljaar 22-23 is dat 72,3% van de leerlingen van de lagere school. De lichtgrijze balk toont de leerlingen ingeschreven in het kleuteronderwijs en daar staat overal bij schoolse vordering niet van toepassing. Dat is omdat we die gegevens niet doorgeven. In de praktijk zitten kleuters wel in een eerste of een tweede kleuterklas of een mengklas, maar we geven dit niet zo door, dus de datawijzer weet dit niet. Je ziet ook een gele balk. Dat zijn leerlingen die 1 jaar schoolse vertraging hebben. In de demoschool is dat voor schooljaar 22-23 25,3% van de leerlingen. De donkerrode balk zijn leerlingen die 2 jaar schoolse achterstand hebben. En dan hebben we ook nog een iets meer donkerder rode kleur. En dat zijn leerlingen die meer dan 2 jaar schoolse vertraging hebben. Je ziet op deze manier de evolutie binnen je eigen school. Doorklikken brengt me bij de flow. En daar kan je de verdeling van al die leerlingen zien, verdeeld per leerjaar of per schooljaar. Je ziet hier ook leerlingen met een donkergrijze kleur. Dat zijn de leerlingen die versneld zijn. Leerlingen die 1 jaar schoolse voorsprong hebben. Je zou bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of leerlingen met vertraging in de school in het eerste leerjaar nog meer vertraging oplopen binnen de eigen school. Daarvoor selecteer ik de leerlingen in mijn eerste leerjaar met vertraging. En ik zie dat van deze groep in 17-18 de leerlingen met 1 jaar vertraging in het eerste leerjaar ingeschreven, dat daar niemand donkerder rood kleurt. Dus dat er niet nog meer vertraging opgelopen wordt. Daarjuist vertelde ik dat we de voortgang van kleuters eigenlijk niet monitoren. Maar we kunnen wel in het eerste leerjaar bij de leerlingen met vertraging vaststellen van waar die vertraging komt. Ik selecteer bijvoorbeeld in schooljaar 19-20 in het eerste leerjaar de groep leerlingen met vertraging. Ik zie dat hier 8 leerlingen 1 jaar vertraging hebben in het eerste leerjaar. 6 daarvan zaten ook het schooljaar tevoren, in schooljaar 18-19, in de eigen school. 4 zaten in het eigen eerste leerjaar en zijn dus blijven zitten in het eerste leerjaar. Maar ik zie hier ook 2 kleuters, 2 leerplichtige kleuters, die het jaar voordien ingeschreven waren in de kleuterschool en als ze in de school het eerste leerjaar binnenkomen met vertraging, dan wil dat zeggen dat die kleuters hier vertraging hebben opgelopen, vermoedelijk ofwel doorkleuteren bijvoorbeeld, ofwel het zou wel kunnen, dat weten we niet, dat ze de tweede kleuterklas gedubbeld hebben. Die 2 leerlingen die hier bijgekomen zijn met vertraging, daarvan zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel hebben die het jaar voordien hun eerste leerjaar gedaan in een andere school, ofwel hebben zij in hun vorige school het jaar voordien of 2 jaar voordien in de kleuterschool reeds vertraging opgelopen hebben. Dat kunnen we hier niet uit afleiden. Je zou bijvoorbeeld ook omgekeerd kunnen nagaan bij de oudere leerlingen. Ik pak hier bijvoorbeeld het 6e leerjaar. En ik selecteer
De leerlingen met 1 jaar vertraging. En dan stel ik hier vast dat dat 10 leerlingen zijn in het 6e ingeschreven in schooljaar 21-22. Daarvan zaten er het jaar voordien 9 in mijn school. Dus er is eentje nieuw binnengekomen in de school, ook met vertraging al, maar dus opgelopen in een andere school. Hier zie ik dat deze 2 in het 5e leerjaar bleven zitten. Hier zijn ze nog grijs gekleurd, hier hadden ze nog geen vertraging, dus die vertraging hebben ze hier opgelopen. En op deze manier kan ik ook zichtbaar maken waar de vertraging opgelopen is in de school. Omgekeerd, bijvoorbeeld, ik zou hier ook eens kunnen uitzoeken, ik wil wel eens weten waar zitten mijn leerlingen met schoolse voorsprong. Dan klik ik hier in de legende op de donkergrijze kleur, voilà. En nu heb ik eigenlijk in 1 oogopslag het beeld waar die leerlingen met voorsprong zitten. En ook daar zou ik hetzelfde van kunnen doen. Die 2 leerlingen hier met voorsprong. Hoe vinden we die terug in de eigen school? Die hadden hier ook al voorsprong, hier ook. Eentje is dus versneld vanuit een andere school, want die vinden we hier in het 3e leerjaar niet meer terug. En eentje kunnen we hier terugvinden, had hier ook al 1 jaar schoolse voorsprong in het 2e leerjaar. Je zou ook kunnen gaan vergelijken, we hebben nu net de evolutie of de tendens bekeken binnen de eigen school. Je kan ook gaan vergelijken voor vorderingen hoe het nu zit in vergelijking met andere scholen. Daarvoor klik je bovenaan op het staafdiagram. Ik ga de OKI-cluster selecteren en voor de demoschool is dat cluster 5, want ik wil de school graag vergelijken in vergelijking of met als referentiegroep de cluster 5. Klik op Apply. Nu zie ik hier het beeld, dit zijn alle scholen gesorteerd. Van cluster 5, dus elke school wordt hier voorgesteld door een staafje. Ik ga mijn school proberen te positioneren. Ik klik op de blauwe knop. Voilà, en dan verschijnt hier de positie van mijn school, van de demoschool. Dus daar zie ik dat 73,08% normaal gevorderd is. 24,6% heeft 1 jaar schoolse achterstand. Ik kan ook naar de rechterkant van mijn scherm kijken en dan lees ik het boxplot af. Hier is gekozen om de scholen te sorteren, of het boxplot sorteert de scholen hier volgens de variabele normaal gevorderd, waar je in het staafdiagram alle kleuren hier kan terugvinden. Kiest men hier voor normaal gevorderd en als ik dan ga kijken, ik hover over het boxplot en dan lees ik dat voor de OKI-cluster 5 scholen de mediaan voor normaal gevorderde leerlingen 76% is. En dan kijk ik eventjes naar het bolletje van mijn school. Dus ik zit met de demoschool, positioneert zich op onder de mediaanwaarde. Dus heeft lager dan de mediaanwaarde voor de het aantal leerlingen dat normaal gevorderd is. Want ik heb hier 73,08%. Op dezelfde manier kan je zeker en vast ook eens nagaan de voorbije schooljaren, welk beeld we daaruit afleiden. Dus hier zit ik ook. Hier is de mediaanwaarde 77% voor OKI-cluster 5 scholen. En mijn bolletje bevindt zich op 71,8% en ik kan hier ook nog meerdere jaren teruggaan, telkens op dezelfde manier. Je kan er als school ook voor kiezen om u niet te vergelijken met de scholen uit OKI-cluster 5, maar bijvoorbeeld enkel met de scholen in dezelfde onderwijszone. Voor de demoschool is dat onderwijszone Hasselt. Klik op Apply. Voilà, nu heb ik alle scholen die behoren, alle basisscholen die behoren tot de onderwijszone Hasselt
Als referentiegroep genomen. Ik zit hier wel nog, moet goed kijken, ik zit hier nog in schooljaar 1920. Ik ga even terug naar het laatste schooljaar. Voilà. En dan zie ik, als ik mezelf, of als ik de demoschool ga vergelijken met de scholen uit onderwijszone Hasselt, dan zie ik dat de mediaanwaarde 94% is. Dus 94% van de leerlingen is normaal gevorderd. En de demoschool bevindt zich hier 73,08%.